welkom weer op een nieuwe vlog. Mijn naam is Luc de Gevers en vergeet geen blauw duimpje omhoog te zetten. Vergeet gewoon raad niet te abonneren en vergeet ook niet om het belletje te drukken. Olé, hoela. En nu ga ik lekkere sandwiches halen. Olé, hoela. Olé, hoela. En ik heb vandaag slecht nieuws gelezen. Olé, hoela. Ben je wel zo'n trui gebleven toe tot 31 augustus. Olé, hoela. Hoe moet ik dit gaan overleven? Olé, hoela. Olé, hoela. En toch ben ik toch zo vrolijk vandaag. En gisteren ook weer al een slechte telefoontje ook gekregen van Cordian. Exit Bea. We zijn echt heel kort bij aan het komen nu. Want Bea moet het huis verlaten nu zondag. Dus tot nu zondag wil ik toch zoveel mogelijk nog bij haar zijn. En al, het gaat echt heel anders zijn. Ik ga het weer op wennen zijn, ook met slapen en al. We hebben nu nog goede 2-3 maanden samen geslapen en al. En dan in één keer, hè? Schat, waar zit je? Waar zit je? Als ik zo wakker word. Oh ja, mijn schat ligt niet meer langs mij, die ligt in de Nottelarenstraat. Ah. Ja. Ik vind het echt erg. Ja, ja. Hoe gaan we dat overleven? Ik zal het zo zeggen. Oh ja, ik moet ook weer... Shit, just. Ik moet nog de apotheek nog binnen. Ik moet dat ook nog eens kunnen halen. Maar ja, maakt niet uit. We zijn nu aangekomen bij Out the Corner. Ik altijd mijn ontbijt ga halen. Voilà. Echt. Dan moet je toch al die tijd gaan doen. Dan ga ik leuke dingen doen. Ik ga dan ook op zoek naar... toch nog naar evenementen die toch nog bezig zijn en al. En daar misschien wel eens naartoe gaan om gaan te filmen. Dat jullie daar ook dan zo wat op de hoogte zijn. En toch nog wat mooiere beelden kunnen ontvangen. Ik zal het zo zeggen. Bij deze. Goed. Allee, tot ziens. Ho, ho, ho. Dat heeft me echt eens deugd gedaan om nog eens een hele leuke gesprek te hebben. Met iemand die ik al heel lang niet meer heb gesproken. Ik denk nog nu een goeie 2-3 jaar. Niet meer. En ik zeg, het heeft deugd gedaan. Dat we terug door dezelfde ruimte kunnen wandelen, noem maar op. Want ik had haar vroeger altijd schrik voor haar terug echt gaat aan te spreken. Voor toch de eerste stap durven te zetten. En vandaag is het mij gelukt. Vandaag heb ik terug met haar gesproken. Oh, yes. En ik weet niet, als ik het ook heb al gezegd in mijn vlog. In mijn rusthuis waar ik dus vrijwilligerswerk doe, dus de Ravelijn. Daar zijn 0 besmettingen vastgesteld. Al de ganse COVID-19 periode zijn er 0 besmettingen vastgesteld. Zowel bij de personeelsleden als bij de bewoners. Dan weten jullie dat. Ah, echt wel, dat een mens aan zich zo kan openbloeien. Ik weet dat niet. Echt waar. Dat is echt geweldig. Echt, echt, echt geweldig. Nee. Roeval.
McDonald's zelfs weg. Dus ik ga mijn auto nog niet op de parking zetten. Dus ik zet die terug wel even op het graspark. En dan ben ik weer al rip de bie. Ja, mijn eten en alle hebben mijn auto. Dus vandaag is woensdag. Dus dat is een spaghetti dag. Joepie, 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 kaye, motherfuckers! En hoogstwaarschijnlijk, ja, met wie dat ik heb gesproken, dat is mijn beginjaren van mijn vlogs, want zij speelde ook volleybal. Ik ga even terug in mijn vlogs bladeren, en eens kijken of ik het fragmentje terug kan vinden, ja of nee, dan laat ik het hierna vertonen. En als het niet is, jammer genoeg, dan heb ik het niet gevonden. Maar ik moet nog, denk ik, moet nog de vlog van eergisteren in elkaar steken. Ik moet de vlog van gisteren nog in elkaar steken. Dus ik heb nog redelijk wat werk te doen. En dan nog muziek downloaden, want daar is weer een fail gebeurd. Maar dat komt allemaal wel in orde, want ik heb nu al bepaalde muziekbestanden. En mijn schatje zit te wijven. Allee, ik ga beginnen. Ik ga dus nu naar mijn schat toe. Salut. Zo, ik ben even nog naar de apotheek geweest voor Rennies gaan te halen. Ik zal het even laten zien. Voilà, bij deze. Het zijn 120 tabletten, dus kom ik weer al even mee toe. Dan nog mijn auto open krijgen. En weet je wat ook achter mij staat? Je ziet het misschien nu. De zoveelste keer de avans die hier weer al iemand komt halen. Rond, ja, jullie weten het, rond corona. Ik zie ze hier graag niet meer in de straatbeeld, want hier vallen nog altijd iets te veel slachtoffers en wij weten niet hoe het komt. Dus bij deze, ik ga jullie nu afronden. Dus ik zie jullie later weer rond. Ik ga terug naar huis kan rijden. Ik zou eens kijken als ik naar een bepaalde straat nog kan rijden. Om pak 5 voor 8, 10 voor 8. Waarom zo vroeg? Omwille van dat ik, daar wordt en altijd in die straat wordt geüpload en al. En dan wil ik jullie ook mee eens in de vlog meenemen. Dus echt een straat, het is een doodlopende straat. Ik ga er hoogstwaarschijnlijk ook wel te voeten naartoe, want het is niet zo ver van bij mij thuis. En dan gaan jullie ook eens de applaus eens zien. Dus, en ook eens meemaken. En op de website staat er ook een datum van een livestream. Ik ga dus sowieso een livestream doen. Hoe moet ik het zeggen? Als er een nieuw spelletje uitkomt. Ja, het is wel een heel oud spel, wat ook heel kapot is gespeeld. Je hebt het misschien al op mijn website al gelezen. Jawel, Command & Conquer Red Alert 1. Dus deze gaat dan opnieuw worden verschenen. En dan ga ik die spelen op mijn pc en die review ik dan voor jullie. Dan weten jullie dat. Ik ben nu terug thuis op mijn appartementje aangekomen. Ik ga nu alles uitlaaien. Oké, een fiets met... dan heb je nog eens rollerskates. Dus je twijfelt tussen fietsen en rollerskates. Dus wat doe je dan? Je pakt de fiets. Je duwt die gewoon vooruit met je rollerskates. En zijn je rollerskates er dan ook nog eens tezamen erbij. Voilà, het is weer al bijna 4:30. Dus dat betekent dat ik om 4:30 in mijn ouders moet zijn. Dat het weer al tijdens om te... verplaatsen. Ik heb nog 6 minuten. Zal mij dat lukken? Normaal gezien wel. Ah wel, ik zal de ganse 6 minuten vol iets volhullen. Ja, ik heb nu iets heel speciaals gedaan. Ik heb dus een hele mooie brief gemaakt. Voor mijn schat. Waarom zit ik nu nog zo te fluisteren? Ze zit toch niet langs mij. Dus ik heb een brief gemaakt voor mijn schat. Een liefdesbrief. En dat gaat echt heel leuk zijn. Halleluja, die kwam snel aan. Dat ik voor hem van rechts had. Oh man, mijn maag. Oké.
dat is echt in één keer heel druk hier. Echt heel druk. Oh. Zo ga ik wel mijn 6 minuten wel niet halen, hè. Ja, het begint terug wat drukker te worden, want zo gelijk hier die tennisvelden, die zijn terug opengesteld. Kassel Alke, die begint zich nu ook terug wat te repercureren. Man, dat is hier leeg geworden. Oh. Ja, ik zie ook de veranderingen en al. Och ja, maakt niet uit. Dus ik heb dus een liefdesbrief gemaakt voor mijn schat. En ik hoop dat ze daar echt heel content mee gaat zijn. Ze heeft beloofd. Ze heeft beloofd om niet gaan te kijken. Want alles ligt al klaar. Zelfs een mooi kaarsje is aan branden in een hartjesvorm. Nee, ik moet niks goeds maken. Ik moet niks goeds maken. En ja, oh, ik is haar eens verrassen. Want zij stuurt zelf meestal naar mij toe om, zeg het, liefdesbrieven. Zij stuurt altijd naar mij liefdesbrieven. Ik heb nog nooit eentje naar haar gestuurd. Misschien maar eentje. Zij heeft misschien er al 20 of 25 al gedaan. Dus het was nu eens mijn tijd om dat eens te doen. Zodat dat je dat ook weet. En ja, ja, ik ben zelf verrast voor dat ik met die idee in één keer naar boven kwam. En ik hoop dat die idee ook iets gaat uithalen. Ik heb ook voor de veiligheid een dingen. Plekband. Zo gemaakt. Als zij het opent doet, ja, dan zie ik dat ook aan de plekband. Dat is ook voor Klimmetje op kanten te kunnen vertrouwen. Kijk, en als ik haar nu echt 100% kan vertrouwen, dat ze het niet gaat opendoen. Ik hoop het. En bij deze, kijk eens. Het heeft maar 3 minuten 44 seconden geduurd van mijn thuis uit naar hier toe. Allee. Oh, tot ze biedt. En ik ben weer al iets vergeten. De Amerikaanse sticker. De Amerikaanse sticker, maar... Oh, godverdomme, ja. En voilà. Mensen, wil ik haar verrassen? Vergeet ik toch niet zeker mijn gsm. Voor het ook aan jullie te laten zien haar reactie. Dus, zoals ik je, geniet er maar van. Ja, schatje, kom maar. Ja, dat is natuurlijk een verrassingskaartje hoor. Maar het is dan niet alles? Wat komt er in spaghetti gelegd? Een hartje. Met niks anders erop. Klopt. Oh, je hebt het dichtgeplakt. Waarom heb je dat dichtgeplakt? Gewoon. Om het nog wat spannender te maken. Ziet nu, kun je daar nog wat even, heb je nog wat even leuten eraan. Ja, maar dat is eigenlijk niet goed dat ik dat met de kast doe, hè. Maakt niet uit. Zeg maar, lees maar op. Hou ziel, liefste schat, hou zielsveel van jou elke dag meer en meer en meer. Elke seconde meer en meer en meer. Weet niet wat te doen zonder jou. Het gaat weer hier een leegte zijn als jij er niet bent. Maar wij twee staan hier ons wel doorheen. Wil je nooit meer kwijt en er komt een dag dat wij elke dag samen gaan zijn. Elke dag zal ik aan jou denken als jij er niet bent. Het gaat ook een raar gevoel zijn in bed. Niet meer wakker worden naast jou, maar in mijn gedachten ben je wel bij mij.
Schat, onthoud dit goed. Jij hebt mijn hartje gestolen en die blijft ook bij jou. Dus je zal me niet kwijt geraken. Van je allerliefste schat, Dimitri Emers. Oh. Ja, mensen. Ik denk dat ik eentje gelukkig heb gemaakt. Heel gelukkig, mensen. Hoe gelukkig ben je nu? Heel gelukkig. Maar ik ga ze alle twee meenemen, hè. Oké, laat die ook die tweede ook maar eens zien. Kijk eens. Ik heb zo'n hasje dus eerst gevonden. Dan heb ik daar een mooie katerje rond gemaakt. Dat zo die spaghetti-doos er perfect op passen. Dat was mijn idee. En dan dat zij dan die het kaarsje ook dan vond. En ik ben blij dat zij er ook blij mee is. Zo, na het verwenden van die brief ga ik ook nog eens een goede verwending doen. Voor mijn schatten. Het is in totaal €2,50. Dus even kijken welke box. Deze. €2. Ah, dat is hier. Anders, kleine aardbeien. Maar dat er zoveel prijsverschillen zijn. Ik ga het deze doen. Twee bakjes te kopen. Dus ik had juist nog een berichtje. Dus bij aardbeien te kopen ben ik hier nu in Welle terechtgekomen. En ja, ik ga nu terug naar mijn ouders thuis, want ik ben daar ook nog iets vergeten af te leveren. Dus dan gaan we dat nu ook nog snel doen. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de onride. Tot bij mijn ouders thuis. Yo! Nu heb je nog eentje hangen, schat. Nee! Ah, ah. Oh my god! Oh my god, en ik ben niet kaal. What the fuck? Hier zit bijna niks op. En nog dat heb ik wel aangeduwd. Ik ga het nog eens één keer proberen, come on! Oh, fuck die. Doe maar! 3, 2, 1, oh! Nu wel, daar heb ik een kaal plekje. Oh my god, hier heb ik een volledige kale plek. Oh my god!
We zijn een marteling bezig, hè, schat? Mensen, ik wens het echt niemand niet toe, hè. Echt waksen? Nee. Nee. Dus ik heb nu hier olijfolie. Dus op de raad van Tamara. Die gaan we op de spons doen. Altijd ook boven de pombak doen. En dan maar schrobben. Wie is in het vies was het dan? Wie is in het vies was het dan? Vraagt hem. Die spons heb je zelf bedacht, schat. Ja, de spons wel, ja. Maar de olie. Ah, de olie heeft Tamara bedacht, ja. Ah, dus de olie heeft dus Tamara bedacht. Dus de moderator... hoe zeg je dat vrouwelijk? Moderator. Een vrouwelijk. Stur. Een moderaatster, ja. Oké, okay, daar gaat mijn sponsje. Oh my god. En ik ben nu echt aan het schrobben. En dat doet mij... En ik zeg het u, mijn schat is nu met Tamara en Manu aan het kimmen en die horen ook alles. Die zijn mij gewoon aan het lachen en mij niet uit aan het lachen. Oh mannetjes, oh, dat doet niet goed, dat doet niet goed, dat doet niet goed. Zie, dus ik heb hier nu een hele open plek, ah, oh, fuck it. Oh, dat doet niet goed, dat doet niet goed. Dat doet niet goed. Dat schuren. Schuren, schuren, dat kan ik goed. Oh. Auw. En dan gaan we dat maar ook niet eens afwassen met wat water en zeep. En voilà. Compré. Ah, voilà. Ik wil nog altijd mijn boshaar doen. Nee. Maar ik mag niet van mijn schat. Allee. Tot z'n of zo. Ik heb nog ergens koezingen gekregen, maar ik moet redelijk snel zijn, want anders is het gesloten. Want die sluit al om 21 uur. Oh. Ik ga nu naar Vereno's Summerbar. Dat ook in het winter Jurgen's Christmas House heet. Ik ga daar nu... Lekker milkshake aardbeien halen, dan een koep aardbeien, noem maar op. Hupsa. Allee. Ik heb nog 17 minuten. Ik hoop nog niet dat die al gesloten is, hè. Maar ik moet dan wel een hele omweg gaan rijden om terug naar hier te geraken. Brrr. Hoi hoi! Goed? Goed? Ik ga gewoon nu naar Jurgen's Christmas House. Oh? Ja, daar eet je dan al, hè? Ach ja, juist, ja, lekker kilometer. Hoeveel rest? Goed. Zeg, behalve. Gelezen gehad, hè, jong? Het werk. Het werk? Ik ben nog thuis tot 31 augustus. Ja, ja, ik ook zeg. En, dan het rusthuis. Nul besmettingen, bij, zowel bij de personeelsleden als bij. Perfect, hè, ja. Als bij de bewoners, ja. Dat is top, hè. En dan heb ik ook gezegd, als terug bezoek mag binnenkomen, kom ik ook tegen terugwerken als vrijwilliger, maar ik laat mij wel eerst testen. Ja, ik moet op safe spelen. Ja, dus, daarom. Wij hebben ook, weet je, ik koop voor internationale artiesten en zo allemaal. Mm-hmm. En ik moet ook heel lang thuis gaan blijven, maar wij moeten ook zo, voor de overheid moet ik een test ondergaan, als we terug mogen koken voor de Amerikaanse artiesten allemaal, en de Canadese artiesten, dat is... Ja. Safe op safe, jong. En dan ben je die vertrekken even zo... Nu zondag al, ja, het komt dichtbij. Heel eerlijk hier, hè, jong. Maar ja, woont zij ver af? Ze woont in Keuringen. Dat is toch zo van, hè? Mm-hmm. Nee, wacht, Keuringen niet, wacht, Kermt. Ja. Waar je zo die, waar je over de brug moet rijden, waar de treinen onder de brug doorrijden. Ja, 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 ja. Was dat Kermt of Keuringen? Dat is Kermt. Kermt. Ik denk Kermt. Nee, Keuringen, dat is Keuringen. Ja. Dat is een oude spoorwegbrug.
Wacht, als jij bijvoorbeeld zo naar de stad Hasselt rijdt, en ja. Dan zo juist langs de binnenring en de kleine ring en de grote ring. Dat is Keuringen. Dat is Keuringen, oké. Nu, Sava, weet je, de maatregelen is er van verzoek, dus je mag daar rijden. Ja. Je moet elkaar opzoeken. Dus. Maar het is ja, je zit gewoon met elkaar s'avonds bij elkaar te zijn, dat is de vieze naam. 3 maanden, hè. En nu in één keer is Joef terug uit elkaar. Je moet ervan uitgaan, ze blijven nog altijd gezond zijn. Voilà. Je kunt aan zoveel dingen nog werken, hè. Dan komen allemaal dingen in orde, jongen, thuis. Waar werkt jij? Ik werk in Muzieke Dromen, Hasselt. Ah, ik misschien in de Rijnhans, binnenkort. Ah, serieus? Ik ben daar aan het solliciteren. Dat is goed. Als afwasser als, en als afruimer. Serieus? Dat is bij de Hollander, hè? Dat weet ik niet. Ja, dat is de Rijnhans, toch? Dat is bij ons in het oude. Ja, dat is aan het station, hè? Dus die ken ik goed, ja, de Hollander. Maar ik ga even dooddoen, of anders ben ik te laat bij Jurk, want die sluit om 9 uur. Blijf gezond en ja. Zit voorzichtig, hè. Heel goed. Goed vertrouwen, hè. Ja. Dat waren dus fans en ja, ik heb mijn camera eens deze keer eens laten lopen. Ik kon jullie eens wel zo eens meegenieten, hè. Even nog heel snel naar Ginder, want ik heb nog maar 14 minuten. Gaat het mij lukken of niet? Ik weet het niet. Want het is nog... een kleine afstandje dat ik nog ga rijden. En ik wou zeggen, dat is mijn papa toch niet die daar rijdt. Dan was dan alles om zeep. Maar echt alles om zeep. Maar tot nu toe nog niet. En Tamara, ik rijd 200 km per uur door de bebouwde kom. Opstand rijden. En optrekken. Oh, het is groen, blijf groen, want ik heb nog maar 13 minuten. Groen, yes, groen. Dankjewel. Oh ja, ik kan niet op rood springen, hè, want hier stond iemand in. Dat van zo onnoos te doen, dan krijg mijn keel ook. En daar ligt Jurgen's Christmas House al, hè. En ik kan niet zo joef erover vliegen. Nee, ik moet nog een hele weg rijden tot daar toe. Dus ik hoop dat het nog op tijd is. We gaan het trek merken. Want ik ben er al bijna. Hier maar een zone 30. Ik ga er nog een klein beetje doorrijden dat ik zeker op tijd ben. Nog 12 minuten ongeveer. Mocht niet zo gepraat hebben, dan had ik nog iets meer minuten. Maar de bordje houdt nog altijd uit. Dat is nog altijd prima. Amai, hier hebben ze ook wel ferm boksen neergezet. Ja, afhalen eetjes. Zou ik nog staan, dus ik ga het nog ophalen gaan. En dan gaan we langs Jurgen's Christmas House auto staan. Woehoe. Voilà, ik kan jullie het ook laten zien. Hier is ze. Jurgen's Christmas House Puppet Bar. Dus elke ja, kerstmis kun je hier naar duizenden kerstpelletjes kijken. Kom maar kijken. En dat is echt heel mooi. Dat heb ik ook al een paar keer laten zien in de vlogs, dus de trouwe kijkers zullen het wel herkennen. Maar nu heet dat Verano Summer Bar. Ga zeker op bezoek, want het is echt hier aangeraden. Het is echt aangeraden. En hier ook onderhalve meter afstand. Ja, hier kun je dat nog nu? Altijd. En zijn maatje is ook nog altijd... zijn maatje, eigenlijk zijn een partner. Ze zijn nog altijd vriendelijke mensen. Echt heel vriendelijk. Ik denk dat ze juist aankomen aan de wagen, ja. En nu heel rustig en wel naar mijn appartementje rijden.
En dan zit de dag er weer al op. Dan gaan we even zo naar Enzo Knol kijken. Dan ga ik ook nog even wat kimmen met Tamara en Manu. Samen met mijn schatje B. Want ik moet hier nog wel even naar quality time kunnen doorbrengen. En ja. Ik hoop dat het. Dat ze snel bij mij is. Maar het komt wel goed. Dat gevoel heb ik wel. Zet die slag om al tegen mijn zakdoek aan. Maakt niet uit. Dan zet die ergens tegen, dat is goed. En dan kan het niet verder uitlopen. Alleen het abutante van de hele situatie hier is dat je een hele omweg moet maken voor alleen dat je echt terug op de straat bent waar je bent ingedraaid. Wat is dat hier? Anima. We moeten hier ook wel eens komen solsteren, want hier heb ik ook gehoord dat hier blijkbaar een rusthuis is. Dus dan moet ik daar ook wel eens gaan kijken voor werk. Bij deze. En ze zagen nog niet dat ze gingen sluiten, hoor. Want daar was nog ook wat volk. Maar gewoon wat babbelen, dat mag allemaal. Maar ze zaten niet. Ook was er ook niemand niet binnen. Dus daar ga ik er ook wel even bij zeggen. Het was, ze waren buiten aan het spreken. Pak nog een goede kilometer knaf, 1,5 en dan ben ik al terug thuis. Want ik weet dat die wasrijte ligt op mijn appartementje 1,9 kilometer van mij af. Die rijdt er bijna mijn spiegel vanaf. En dan is die camion, of de camion, is nog altijd hier aan het laden en het lossen. Zeg je dat van elkaar voor jezelf? Nee. Maar nu, hallo, ik haat de kleur rood. Alleen bij verkeerslichten. Maar dan moet je stoppen. En dan weet je nooit, of dan nooit, wanneer dat terug op groen gaat springen. Ik hoor dat er nog volk gaat afkomen. Ah ja, achter mij. Ik hoor wel goed hoor. 1 auto, 2 auto's, amai. We staan er ook alweer op klaar om te kunnen vertrekken. En schat, morgen gaat wel mijn baard en mijn snort er vanaf, want het begint wel echt te kriebelen. Sorry als je dat graag ziet. Oh, een schone hond. Gewoon hondje, en hier ook zitten wandelen. En hier zijn ze nog allemaal goed aan het aan het tennissen. Maar nog altijd geen voetbal. Nog altijd niet. En hier is ook weer een hele schone hond. Een hele mooie witte hond. En een grote. Maar jammer ben ik niet in de dierenwereld. Ken ik niet de ras van die hond. Ik moet dat wel eens gaan beginnen te bestuderen van welke rassen dat jullie dat wij allemaal hebben. En zo ben ik terug weer op mijn parkingskanaal aangekomen. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video is geüpload. Yay! En nu ga ik mijn crème eten. Tot morgen allemaal. Yo!